Met het zwaar horen van klassen, we gaan van 4 ton gewicht naar 10. Ja, dat vind ik heel erg makkelijk toen we nog wat tijd is. Het eerste moment met de combinatie van Rijswijk. Heel goed, we hebben hier een pijpje in de vijfdollar. Maar dat is goed. Zet je Ik heb het niet.
Ja, dat was de volgende week ook nog wel van. Dus zeg, maar ik ga wel niet, die gaan wel lekker de koppel in die uitlaat. Ja. Stonden in de kap, dat ik niet weet hoe het komen heeft, want ik denk dat we een kop aan kunnen houden. In ieder geval, wat we gaan zien met de boel, voor de andere zand binnen. We gaan eens kijken wat we gaan doen. De stuur zegt alles, tegen alles, maar we zien het wel stoppen en we zien het nu. Niks te klagen hier, wij zijn hier. Voor het vertier in de bak. Veel publiek, dus we steken dat er zeker door in de draagkracht van is. We hebben het vaak maar aan de toekomst. Het is wel meer moeite dan de beide posten tot nu toe, maar hij komt wel. En moeite in de eerste plek, dat wil eigenlijk nooit niks zeggen over de finale. Als eerste kampioen buiten Lerkensburg. Ja, we gaan hier de derde keer toe de schilderen staan, ja. Kijken of hij met deze zeepwagen afstelling voelen proeven. Kijken naar deze mastodon Zuid-Zuid-Zuid-Zuid-Zuid. En hoe is dat met de grond gemaakt? En hier komt ook de nieuwe middel in de superfinale waar de lijn stort. Die zet er in de hoek. Eén 96 afstand van Jeroen van Nis. En we zagen heel mooi de best. We gaan aan de zand mee. Dat is een serieus water dat ik aan het zien. Ik weet niet of we de rechter zagen van die trekker al ooit stak in de Zuiderbeek, maar... Hakenkakelijk. Voor de bestaat in de buitenwagen sport, Giel Verheijen. Kan hij zonder druk schakelen richting 91 meter? Ja, 91 knop. Ja, dat wordt hij. Nee, hij gaat hij wel langer aan je halen. Dat betekent... daar in de lucht bij Jeroen van Nis. Die pakt hier even de eerste plaats over, rijdt op 92 meter 44, maar een anderhalve meter. Deze combinatie, de Sheikh Paul voorzien van dubbele achterbanden. Misschien wel genoeg grip op leven om hier een goede prestatie neer te zetten. Eerst bracht hij in de boeg. Ja, die geeft hier even zijn visitekaart af voor het seizoen 2013. Ja, dat denk ik wel. Zo van Frank Deut, hier hij komt.